En leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag hebben we de winterserie. Yay! Oké, we hebben weer Ruby open als weer bij. Yay! Oké. Oh, jij toch, Ruby. We waren de vorige keer bij Elisabeth en we waren gebleven dat we kracht hadden. Nou, daar gaan we nu weer verder. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ja! Tot de volgende... wat zeg ik? Veel kijkplezier. Oké. Maar we hebben krachten. Yep. Ik zou nu jullie winterkleding aandoen en dan zou ik weer naar je moeder gaan, Veronica. Dan zouden jullie alles kunnen vertellen aan Veronica's moeder. Oké, maar dan heb ik nog één vraagje. Hoe kom ik daar? Wat bedoel je, Ruby? Hoe kunnen wij op deze krachten? Ik leg het jullie later allemaal uit, oké? Ja. En de onzichtbare man, ik dus. Ik zou jullie beloven om jullie niet weer te laten schrikken. Veronica schiet op met aankleden. Hallo, daar ben ik weer. Heel even terugkijken. Ik heb ander haar. En Lois heeft, of ik bedoel Ruby Openas, heeft weer een nieuw setje. Want ze is haar ding helemaal haar setje helemaal vergeten. Dus ze heeft weer een nieuw setje. Applaus! Ja, de volgende keer ga ik het setje van de kalender aan doen. Want ik dacht dat ik die had gepakt, maar die had ik niet gepakt. Oké, Ruby Openas, ietsjes harder praten. Nou, ik dacht dat ik het wintersetje van de kalender had gepakt, maar ik heb het steeds gepakt. Seconde! Wauw, oké. Maar goed, we gaan even weer op onze paarden en dan gaan we verder met de winterserie. Kom op, Winterdream. We moeten naar mijn moeder toe. Kom je, Ruby? Ja. Veel succes, dames. En de onzichtbare man laat me niet nog een keer schrikken. Ik schrok echt van je. Ik weet niet of Ruby dat ook was, maar... Ik ook hoor, Veronica. Ik vind het ook wel best flauw wat ze deden. Ik wacht wel even bij je. Ja, ik ook best wel, want... Ik weet dat ze dat voor een test hebben gedaan, maar... Oh, jij in de tilt. Maar het is alsnog, we waren super bang en ja, het is gewoon niet normaal. Ik snap het gewoon niet meer. Ja. Oeps, weet. Ik ben een beetje door de grond gezakt. Dat was een blooper. Ik ga vast naar beneden. Oké. Wacht je beneden? Ja. Rustig maar, Winterdream. Goed zo, hier bovenin. Oh, Winterdream. Goed zo. Oké, goed. Ijsprinses is super wild. Wat is er? Ik weet het niet. Volgens mij voelen ze wat aan. Laten we maar even gewoon rustig rijden dan. Laten we maar eerst gaan stappen. Misschien is dat wel handig. Ja. In paardentaal. Voel jij dat ook, Ijsprinses? Ja, ik voel het precies hetzelfde. Oh. Kom, misschien is het beter dat we rustig aandoen, Ijsprinses. Mm-hmm.
De galop is het hoogste wat we moeten kunnen. Niet harder dan dat. Wah! Ruby? In mensentaal. Ruby? Ja? Alles oké? Okay? Weg. Ja, daarom... Sorry, maar mijn pony gleed weg. Ik kon er niks aan doen. Oké, we moeten dan ietsjes langzamer rijden. Oh, wat is er mij? Hij wil echt bij jouw pony in de buurt blijven. Wacht, laten we dan gewoon naast elkaar lopen. Dat is dan het beste. Oké, gaan we een stap of eraf? De lichte galop misschien? Oké, de lichte galop. Draf. Kom, ga erop. Pas op voor de struiken, hè? Ja. Kom. Kom, we kunnen wel even racen, want we moeten ook wel heel snel zijn. Ja, mijn moeder wacht al op ons al dagenlang. Oh, wat is er? Oh, maar meid. Hey, Veronica. Ja, wat is er? Zag je die koelkast ook rood glimmen? Nee. Nu niet meer, maar eerst wel. Kom, laten we heel even kijken. Maar... Mijn moeder wacht op me. Eén klein blikje kan toch wel? Oké. Wow! Dit is wel heel raar. Kom, we gaan hier heel snel weg. Laten we gaan. Rustig maar, meiden. Huh, wie ben jij? Die onzichtbare man die jullie steeds laat schrikken? Dat is niks. Haha, nu laat je ons weer schrikken. Tenminste, mij wel. Dus, ik zou maar je bek houden als ik jou was. Want anders krijg je te maken met onze paarden. Oké, Veronica. De volgende keer wat minder taalgebruik gebruiken. Sorry. Ho, niet zo snel, Ruby. Oh, rustig. Oh, wat is er meis? Oh, we moeten die sprong wagen, anders kunnen we er niet overheen. Net als waar ik mijn flesje liet vallen. Ja, waar ik je bij heb geholpen natuurlijk. Oh, ik kan hier niet overheen, wacht. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Ik ga het nog een keer proberen. Ja! Oh, rustig. Oké, het is wel gelukt, maar we zijn in de struiken beland. Niet onze beste sprong ever, maar oké, het is tenminste gelukt. Niet zo hard, ja. Anders kunnen we alsnog uitglijden. Oké, ik glij al uit. Oké, ik ga stappen. Ja, laten we dat maar doen. Je moet ook nooit van een berg gaan galopperen. Gekkie. Oké, rustig aandoen. Kom. Ze wil terug. Bedwing jezelf. Kom. In paardentaal. Ik voel het weer. Ik voel weer magie. Ik ook, maar... Nou, ik weet niet of het magie is. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Ja, ik ook niet, maar... Maar we moeten doorlopen, want Veronica's ouders worden dan ook al bezorgd. Dus ik weet niet of jij doorgaat of niet, maar wij gaan in tenminste wel door. Kom, we moeten wat harder. Ja, hier Veronica, gaan we weer. Kom, we moeten deze, ik ga deze sprong doen. Ja, ik ook. We moeten wel een paar sprongen wagen, anders leren onze paarden nooit hoe je moet springen in de winter.
Ja, klopt. Ik ga heel even wat harder, want je weet hoe ze is. Ze kan niet op een berg... Oh nee, je sprong! Ah! Ja, groeit ze. Lekker tegen de boom aangereden. Handig! Hé, hey, wacht op mij! Ja, ik wacht al. Oké, ga maar door. Wacht, hier komt er een scherpe bocht, dus niet zo... Je kan uitglijden. Oké, ik heb het gemerkt. Rustig. Er komt niet eens de berg op jou. Kom. Goed zo. Ik wacht hier wel even op je, Ruby. Ja, ik ben er al. Kom. Ah, liever, daar ben je. Hey. Waarom duurde het eigenlijk zo lang? Mam. Lang verhaal. Maar, oké. Elisabeth, ja, oké. Lang verhaal. Echt heel lang verhaal. Ja, we weten het. Wat weten jullie? We weten dat Elisabeth een test heeft gedaan bij jullie. En dat er een onzichtbare man is. En dat Elisabeth weet dat wat er gebeurd is met Winterdream. Dus ja, dat weten we allemaal. Wat? Speelden jullie ook mee? Dus we hebben voor niks de hele winter door hebben gereisd naar de zomer en alle gevaarlijke dingen mee te maken. Rustig, rustig maar. Ik begrijp het niet helemaal. Ja. Wat is dit? Huh. Ja, dan heb ik toch een vraag. Oké. Waarom deden jullie dit? We wouden testen sindsdien dat Veronica jou had gekregen, Ruby. Niet dat het jouw schuld is, hoor. Maar we wouden toen zien, want we waren heel bezorgd als ze ergens alleen naartoe ging. En we wouden... Ja, stap maar eerst even van je paard af. Oké, we wouden heel graag... weten of... Of Veronica sterk genoeg was als ze met jou samen was. Want we wisten dat Veronica niet zelf alle gevaren kon beleven. Ja. Ik zet heel even mijn paard in de stal. Dus het kwam ons heel goed... Ja, doe maar. Maar het kwam dus ons heel goed uit dat, dat jij kwam, Ruby. En... Ja, Veronica, het spijt me. Maar ik deed het voor je bestwil en ik hoop dat je toch nog hebt geleerd waarom, waarom we zo doen tegen je. Maar nu ben je vrij. Je hoeft niet telkens naar ons toe te komen. Je mag in de zomer blijven of in de winter. Maar... Je kan nu heel veel dingen doen met Ruby, maar zorg dat jullie bij elkaar blijven. Als jullie ruzie hebben, kom dan meteen naar mij toe, want ik wil niet dat jullie in gevaar lopen. Ik zal voor altijd in de gaten houden. Ah, Ruby. Nou, maar ik wil gewoon niet dat we ruzie krijgen of zo. Ja, we moeten elkaar bedwingen. Mm-hmm. Maar oké, dames, ik laat jullie nu vrij en je hebt krachten. Veel succes. Elisabeth helpt jullie verder. Maar Veronica, blijven we nou in de winter of gaan we naar de zomer? In de zomer kunnen we wel oefenen voor onze krachten. Ja. Eerst lijkt het me verstandig, Veronica en Ruby, dat jullie naar de zomer gaan. Daar leren jullie alles en dan kunnen jullie hier in de winter veel dingen meemaken. Want in de winter is het heel koud. En ja, jullie kunnen uitglijden en alles zoals jullie al gemerkt hebben. Ja, ik ben al heel vaak gevallen. Eigenlijk is de zomer een betere plaats voor jou, Veronica. Maar we wouden niet dat iemand je ontvoerde en al. Dus we zijn dus naar de winter gegaan. Maar oké, nu ben je volwassenen, nou niet volwassenen, maar groter geworden. En
Je hebt een leuke vriendin Ruby. Dus ga nu maar. Het is tijd. Bedankt, mam. Ik zou beloven dat het goed komt. Nou, dat hoop ik maar. Stap maar op je paard. Ruby is al klaar. Oké, mam. Goed. Hi, daar ben ik weer. Ik ben er net achter gekomen dat de winterserie al 15 minuten duurt. Dus ik zeg jullie alvast. Dit was de wintervideo. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer maar weer. Ik hoop dat jullie de stem... Ja, wacht. Ik hoop dat jullie de stem en ons setje en de stem van Ruby en zo goed hebben gehoord. En gezien. Ja, en gezien. En ik hoop dat jullie lol hadden gehad in deze mysterieuze winter. Nou, nu is het raadsel. Wat voelden de paarden? Voelden paarden krachten? Voelden ze zich niet goed? Of wat voelden ze eigenlijk? Dat is het raadsel van deze video. Oké, ik heb nog een opmerking. Ik heb nu veel meer missies. En ik zal jullie vertellen, ik ga nu vaker opnemen omdat ik meer missies heb. Dus ik denk dat ik jullie volgende week weer zie. Of misschien, heel misschien, dit weekend nog. En anders tot volgende week. Nou, tot de volgende keer maar weer. Doei! Doei!